Wij moeten namelijk gaan luisteren naar Deadman Ray. Ik moet hier even allerlei kabels uithalen. Die mensen vragen helemaal geen centen. Zij vragen gewoon wat aandacht voor de muziek die zij gemaakt hebben. Zie je wel, dat geeft dan als resultaat. Oei, sorry. Muziek die zij gemaakt hebben bij een film met in de hoofdrol Bobbejaan Schoepen. En ik ga even naar de andere kant. Bobbejaan Schoepen, die is er niet bij vandaag. Excuus. Ja, Bobbejaan die is ziek. En in tegendeel, of ik zou zeggen, Daan Stuyven is dat niet van Deadman Ray. Hoe kom je eigenlijk bij die film terecht, Daan? Hoe komt dat? Waar heb je die vandaan? Uit de kelder van Bobbejaan Schoepen. Uit zijn eigen kelder dan nog? Hij was de enige die nog een echte versie van de Engelstalige film had liggen. Ja. Dus we zijn met de auto naar Ginder gereden. We hebben een lange toffe babbel gehad. En we hebben 5 grote, bijna verroeste dozen uit de kelder gehaald. En daar stond hij. Ja, maar wist je dat dan, dat hij ook acteerde in die tijd? Want iedereen kent hem met de hoed en de gitaar natuurlijk. Ja, ik had gehoord van een vriend die ooit voor het archief van De Gewapende Man werkte, denk ik. Had ik gehoord dat er een film van Bobbejaan Schoepen zou bestaan met een achtervolging aan het Atomium. En dat was altijd blijven hangen. En toen men ons een paar maanden geleden vroeg van, willen jullie muziek spelen op een film? Dan had ik zoiets van, oké, maar we doen dat dan wel op een Belgische film. En toen kreeg ik terug dat idee van, oké, eens gaan zien of dat die film van Bobbejaan Schoepen echt bestaat. Ja. Een Belgische film, maar dan wel in een Engelse versie, want er bestaan 2 versies van, hè? Ja. Hoe komt dat eigenlijk? Destijds is die in het Nederlands en in het Engels gemaakt, denk ik, om het nogal gewaagde budget te verantwoorden. Maar we hebben echt de Engelse gekozen, omdat die het meest extreem is. Die is heel grappig, die is heel raar, er zit heel veel typisch Engelse humor in ook. Ja, maar dan wel door Engelse, of door Antwerpse acteurs uitgesproken? Pure acteurs van hier. De enige acteur die echt een Engelsman is, die spreekt dan nog met een Duits accent. Dus, ja. En dan die soundtrack zelf, hoe is dat gegaan? Want er stond natuurlijk muziek op die film. Heb je je laten inspireren? We dachten eerst, we doen dat gedisciplineerd. We zetten die film op en we beginnen erbij te spelen. Maar die discipline ontbrak ons. Dus we hebben hem eigenlijk gewoon een paar keren gespeeld. En dan wisten we ongeveer van, oké, we hebben een achtervolgingsmuziek nodig. We hebben een soort liefdesmuziekje nodig. Dan hebben we de film afgezet en zijn we gewoon beginnen jammen. Dus uren aan een stuk muziek maken, geïmproviseerd. Dan hebben we al die stukken, improvisaties eigenlijk, in de computer ingeladen. Ja. Stukken van verknipte, goede stukken daarvan gehouden. En die dan terug op de film gemonteerd. Ja. Knip en plakwerk met andere woorden. Wat vindt Bobbejaan er ondertussen van? Ik denk dat hij me heel tof vindt. We zijn eigenlijk ondertussen al bijna goede vrienden en zo. Dus hij vindt het een heel raar idee van het te doen, überhaupt. Maar hij is content. Hij is al content. Ja. Nog een laatste vraagje, Daan. Waarom heb je geen subsidies gevraagd aan de minister van Cultuur? God, ja. Moest men... Hoeveel heb je nodig? Eigenlijk gaat het zo wel. Ik vind pop in Vlaanderen, dat zit, allez, pop in België zit tamelijk oké. En het gevaar zou bestaan als je te veel gaat subsidiëren, dat het een Vlaamse popscene wordt. Dus zolang het niet gesubsidieerd is, blijft het een Belgische popscene. En dat zit eigenlijk wel goed. Oké. Daan, u mag gaan plaatsnemen. We gaan dus even kijken naar Deadman Ray, alvast op het kleine scherm. Wie het allemaal op het grote scherm wil meemaken, die kan overmorgen terecht in de Vooruit in Gent. Voor Deadman Ray, die maken dus muziek bij de film Café zonder bier of in het Engels At the Drop of a Hat. Dit is Deadman Ray met Brenner. Simon, when he's done his job? Certainly. He's all right, you know. I'm telling you. Don't tell me, show me. Gladly. Thank you.
I knew all that.